Sven Kokkelman, die deze zomer als stand-by-presentator zou fungeren voor eventuele noodpraatprogramma's tijdens de vakantieperiode, blijkt zelf ook op reis te zijn. Dit heeft geleid tot veel verwarring, vooral omdat de NPO geen enkele talkshow heeft gepresenteerd bij recent groot nieuws, zoals de installatie van de nieuwe regering of de aanslag op Donald Trump. Desondanks blijkt nu dat de situatie nog verrassender is. Victor Vlam, een mediadeskundige en expert op het gebied van Amerika, heeft onthuld dat er afgelopen weekend daadwerkelijk plannen waren voor een no-talkshow bij de NPO. Thijs van den Brink en Margje Fixen stonden paraat om een extra talkshow te presenteren na het nieuws van Joe Bieders terugtrekking, meldt hij op X. De reden waarom deze show niet doorging, was omdat het nieuws pas laat op de avond binnenkwam, kort voor acht uur, waardoor het te laat was om een uitzending te organiseren. Victor voegt toe: Ik weet dit omdat ik was gevraagd om deel te nemen. Thijs van den Brink heeft dit bericht bevestigd, dit klopt. Ton F van Dijk, voormalig hoofd van NPO 1, is sceptisch over de verklaring dat het nieuws te laat zou zijn binnengekomen. Volgens hem zou een evenement van deze omvang volledig voorbereid kunnen worden. Bovendien roept de rol van Thijs en Margje vragen op aangezien Sven Kokkelman officieel als by presentator was aangesteld. Jan Dijkgraaf, biograaf van de Meilandjes, maakt een scherpe opmerking: "Sven Kokkelman lijkt gewoon derde keus te zijn." Thijs reageert op deze kritiek door te bevestigen dat Kokkelman inderdaad op vakantie is. Radiocoach Pierre Papa voegt eraan toe: Het is opvallend dat de radio, met BNR die binnen een uur live een half uurtje duiding gaf over het nieuws rond Bieden, efficiënter heeft gereageerd dan de publieke omroep. Deze serie van gebeurtenissen roept vragen op over de efficiëntie en planning bij de NPO tijdens deze zomerperiode, vooral als het gaat om de inzet van stand-by-presentatoren en de reactietijd op belangrijke nieuwsitems.